Hallo, ik ben Willem Maris van Allianz. Het is nu 1 mei en afgelopen vrijdag hebben wij de eerste groene appelwans waargenomen. De groene appelwans kan in het net na de bloei behoorlijke schade geven aan de jonge vruchtjes. De wans prikt in de jonge scheutjes, waardoor momenteel prikgaatjes ontstaan. Waar de wansen nu voorkomen, is ons advies om begin van de bloei een bespuiting uit te voeren en indien nodig een bespuiting te herhalen. Er spelen meerdere plagen rond de bloei, zoals diverse soorten rupsen. Het gaat voornamelijk om de rupsen van de wintervlinder, voorjaarsuil en bladrollers. Ons advies is om komende week een bespuiting uit te voeren. Nu nog eventjes kort over spintbestrijding in de appel. We zien nu al de eerste spintjes tevoorschijn komen uit de wintereieren. Zodra dat de 60% van de eieren zijn uitgekomen, is het advies om een bespuiting uit te voeren. Bedankt voor het kijken. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons bellen. Als tip wil ik meegeven, volg ons via Twitter. Allianz, met het oog op fruitteelt.